Wij gaan een gamingroom bouwen en daarvoor hebben we allemaal nieuwe spullen nodig. Naast een bureau en een stoel, deze video staat trouwens al online op mijn kanaal, hoort daar ook een computer bij. In deze video ga ik uitleggen hoeveel euro's ik hieraan heb uitgegeven en ga ik deze computer in elkaar steken. Wat ik erg spannend vind. Gaat die werken of gaat die niet werken? We gaan het zien. Als je mijn kanaal al een tijdje kijkt, dan weet je dat ik een fervent Apple gebruiker ben. En daardoor is een computer in elkaar steken volledig nieuw voor mij. Want als je een Apple computer koopt, dan ja, staat die al in elkaar, dus je moet dat niet meer aan bouwen en zo. Dus het is echt wel een uitdaging voor mij. Een computer bestaat uit verschillende onderdelen die je nodig hebt om een PC te laten werken. Maar voordat ik ze ga overlopen, wil ik weten wie er durft te gokken hoeveel deze producten die je nu ziet, hebben gekost. Zet het gerust in een reactie in de comments hieronder en op het einde van de video ontdek je hoeveel ik effectief betaald heb. We beginnen met het moederbord en dat is essentieel in een computer, want dit is de printplaat die ervoor zorgt dat alle andere componenten in je computer met elkaar gaan communiceren. Voor het moederbord heb ik gekozen voor de MSI Pro Z790P Wifi. Op de plaats waar ik de PC ga zetten heb ik momenteel nog geen bekabeling, waardoor die Wifi de enige oplossing is. Ik heb ook voor de DDR4 versie gekozen, omdat er op dit moment nog niet heel veel verschil is tussen DDR4 en DDR5. En het DDR5 geheugen is een pak duurder dan DDR4. Kostprijs 269 euro. De CPU of de processor is het hart van de computer. Hij zorgt ervoor dat andere componenten weten wat er moet gebeuren om de computer vlot te laten draaien. Intel, een fabrikant van CPU's, is niet zo lang geleden uitgekomen met de 13e generatie chips en dit was voor mij een logische keuze. Je kan op gespecialiseerde websites benchmarks zien van de verschillende versies, de i5, i7, i9. Hoe hoger het getal, hoe sneller de processor. Zelf komen voor een gamecomputer ruim toe met de i5-13600KF. Installatie is vrij eenvoudig. Je opent het slot op het moederbord en plaatst de CPU in het daarvoor voorziene slot. Zorg er wel voor dat het goed zit, want er komt wel wat druk te staan op deze CPU bij het sluiten van dit slot. Kostprijs 376,35 euro. Het hart van de computer, dus de processor of de CPU, moet ook gekoeld worden. Er zijn twee mogelijkheden, ofwel een luchtkoeler, ofwel een waterkoeler. En tot op het laatste moment heb ik zitten twijfelen tussen de twee, maar uiteindelijk ben ik toch voor een luchtkoeler gegaan. Het idee dat er water in een kast zit vol met dure componenten vind ik erger dan de mindere looks van een luchtkoeler. De Be Quiet Darkrock 4 Pro heeft erg goede recensies en je kan je CPU goed koel houden. Met de installatie ervan ben ik lichtjes in de fout gegaan. Je moet koelpasta doen op de CPU, maar dit mag niet te veel zijn. En in mijn enthousiasme heb ik er te veel op gedaan. Maar geen nood, ik heb de koeler er terug afgehaald, de CPU en de koeler zuiver gemaakt en deze keer maar een klein beetje koelpasta gebruikt. Kostprijs 89 euro. Als je een PC hebt, heb je ook opslaggeheugen nodig. Hier kan je bijvoorbeeld programma's of spelletjes op installeren, maar ook je foto's, filmpjes en zo verder. Via de Black Friday deal heb ik een NVMe SSD van 2 terabyte kunnen kopen voor 129,99 euro. Het voordeel van zo'n NVMe SSD is dat hij direct op het moederbord wordt geplaatst en een veel snellere lees- en schrijfsnelheid heeft. Kostprijs 129,99 euro. Het RAM, of ook wel het werkgeheugen genoemd, is essentieel voor elke computer. Je processor zal hier tijdelijke bestanden op opslaan om je computer vlot te laten lopen. En voor een gamingcomputer is op dit moment 16 GB het minimum. Zelf heb ik gekozen voor de Fury Beast geheugensticks. Ja, ook met RGB-verlichting van een totaal 32 GB. Dat zijn dan 2 repen van 16 GB. Installatie van zo'n RAM-geheugen is heel eenvoudig. Je zorgt ervoor dat de poort op je moederbord open is door op het lipje te duwen en je plaatst het reepje in de voorziene poort. Je klikt en het zit vast. Kostprijs 124,90 euro. De voeding is ook erg belangrijk in een PC. Hij moet immers alles van voldoende stroom kunnen voorzien. Ik heb de Cooler Master V850 Pro Gold gekocht. Dit is een modulaire voeding waardoor je zelf kan bepalen welke kabels je gebruikt. En dit is belangrijk voor het kabelmanagement, want hoe meer kabels er zijn, hoe moeilijk die kabelmanagement wordt. Het is belangrijk om naar je andere componenten te kijken, hoeveel stroom deze nodig hebben. Ik heb het dan vooral over de grafische kaart, want dat is nogal een groot verbruiker. Ook aan eventuele toekomstige upgrades zou je moeten denken. Voor mijn setup zou ik met 750 watt toekomen, maar met de 850 watt heb ik wat meer flexibiliteit in de toekomst. Kostprijs 119,62 euro.
alle bovenstaande componenten zijn belangrijk. Maar voor een gaming PC is de GPU, ofwel grafische kaart, toch wel de belangrijkste keuze. Hoe beter je kaart, hoe vlotter en hoe hoger je resolutie kan zijn. En er zijn twee grote spelers. AMD en Nvidia. Daarnaast heb je ook nog allerlei fabrikanten die deze kaarten licht aanpassen en op de markt brengen. Ik heb gekozen voor de PNY GeForce RTX 3080 XLR8 kaart. Met deze kaart kan je al wat jaartjes verder en kan zelfs vlot verschillende games in 4K aan. Let wel, dit is het duurste component in een PC en dat zie je ook aan de prijs. Kostprijs 839 euro. Voor de kast of behuizing heb ik gekozen voor de Be Quiet Purebase 500 FX. Deze kast is enkele maanden geleden op de markt gekomen en alle componenten die ik wou hebben, die zouden ook in deze kast passen. Mooi is ook dat er 4 ventilatoren zijn meegeleverd, met uiteraard ook RGB-verlichting. Er wordt zelfs een RGB-hub meegeleverd die al ingebouwd zit in de kast. Verder is de dubbele wand ook heel erg leuk, zodat cable management toch iets eenvoudiger wordt, want dan kan je die kabels achter die wand steken. Kostprijs 119 euro. En met deze onderdelen heb ik dus onze gaming PC gemaakt. Maar het werk is nog niet af, want je hebt heel wat andere zaken nodig. Een toetsenbord, een muis, schermen en ga zo maar verder. Maar dat is voor in een volgende aflevering van Ik Maak Een Gaming Room. Vergeet niet te abonneren als je deze video's wilt zien. En nu, le moment suprême. Gaat die computer werken of niet? Stroom steekt hierin. Het scherm dat werkt, want dat heeft juist al een signaal gegeven. Als ik het zo doe, dan gaat dat wel. Hoor je? Piep. Maar hier maken we soms wel wat zorgen over. We gaan zien, we gaan eerst hier de stroom aanzetten. Dat is al goed. Hij ontploft niet. Maar nu. We hebben licht. No signal. We moeten even wachten. Oh. CPU or memory changed, please enter setup. Wow, en hij gaat uit. En hij gaat terug aan. Geen idee als dat moet, maar... Even kijken wat hij op het scherm hier zegt. Mijn BIOS! En ja, hij werkt. Ik ben super blij dat alles gelukt was. Het was wat spannend, maar hij werkt. Met de bureaustoel zei ik van, iedereen kan deze stoel maken met de handleiding. Kan iedereen ook een computer maken? Het hangt er vanaf. Ik heb heel veel opzoekwerk gedaan. Je moet kijken als de componenten samenwerken. Je moet kijken als de componenten in je kast passen, hoeveel stroom ze verbruiken. Aansluiting was op zich nog wel eenvoudig met de handleiding, omdat je moet de USB-poort aansluiten, aan-uitknop aansluiten. Dus er zijn heel wat kabeltjes dat je moet aansluiten. Maar op zich was dit ook niet het moeilijkste dat ik ooit al gedaan heb. Dus met wat naslagwerk moet dat zeker lukken. Oh ja, wil je weten hoeveel ik heb uitgegeven aan deze gaming PC? Dan heb je de tel niet bijgehouden. Het is in totaal 2057,86 euro. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik je graag terug in de volgende video. Zo, ik heb alles, gaan we afkopen. Ja, top. Je hebt hier vingerspitsengevoel voor nodig. Amai.